U gaat dadelijk twee stukken van ze horen. Eén voor de slagwerkers, dat dat ingestudeerd en wordt uitgevoerd onder leiding van Jeroen Rozen. En één voor het complete orkest, als ik het goed heb, van de Federatie van Haarlemse Muziekkorps. En nu is het ook weer in Jong Vriendelingen voor het geheel.